Ja, Martje stond vandaag gewoon in het basisbureau daar. Nu 2-0 verloren van Den Bosch en van de week penalties verloren van Ajax. Welk is stuurder in jouw gevoel? Ja, ik denk dat er geen verschil eigenlijk is. Natuurlijk wil je vandaag gewoon je periode pakken. En vorige week wil je eigenlijk gewoon, van afgelopen woensdag, wil je eigenlijk gewoon doorgaan naar de tweede of naar de, dus het kwartfinale van de KNVB-beker. Ja, natuurlijk is het allebei even zuur, maar ja, nu begint de fans hele uitvak vol. Wij het natuurlijk belonen met een overwinning. Helaas lukt dat niet. Ja, je begint 30 minuutjes, begin je denk ik heel goed in de wedstrijd, krijg je een doelpunt tegen. Ja, denk ik een heel kut gevoel gewoon voor de hele ploeg. En ja, daarna is het heel moeilijk om dat op te pakken. En dan zegt iedereen wel meestal van ja, je komt met een Ajax best goede weerstand geboden. En je komt aan Bosch, ja, dat lukt wel, maar zo zit het niet. Misschien zit het sommigen in het hoofdje, maar ja, bij mij zit het niet zo. Ik denk elke wedstrijd gewoon 100%. Ja, en ik hoop gewoon dat we gewoon na de winterstop gewoon weer goede deals kunnen pakken. En wie weet, kunnen we alsnog die periode pakken. Wat was er precies met die penalties aan de hand? Was het wel een penalty, was het geen penalty? Ja, naar mijn gevoel en ook naar het gevoel van medespelers waren het gewoon twee zuivere strafschoppen. De laatste bleef ik hangen op het veld, dus dat was gewoon geen strafschop. Maar ja, daar was ook geen niks aan de hand. Na afloop net hebben we de beelden bekeken en zien we ook dat het doelpunt gewoon geen buitenspel is. Dus het is wel heel zuur dat je gewoon, ja, misschien 3 doelpunten gewoon ontnomen worden. Dus dat is wel heel zuur. Ja, en als laatste vraagje, hoe gaat het met je knie? Want je kan nog een overtreding net voor je tegen. Dus hoe gaat het met je knie? Ja, ik denk niet dat het een echte overtreding was. Ik landde met mijn linkerknie op de grond en ja, die overstrekte ik een beetje. Dus dat is een beetje een stijf gevoel in mijn knie. Maar ja, we hebben nu een winterstopje, een paar dagjes rust, dus dan kan ik even herstellen. Mitchell, je hebt vandaag verloren van Den Bosch. Je kwam eigenlijk na een half uurtje kwam je al in de ploeg. Hoe is het om dan in te vallen snel? Ja, het is eigenlijk... Gilly had wat last, hamstring. Dus eigenlijk was de voorgaande wedstrijd ook al... kwam ik van hem erin. Inval is lastiger als starten, dus... je moet gelijk mee in het tempo en op dat moment hadden we net, de eerste half uur vond ik ons wel sterk. Maar eigenlijk op het moment van de wissel net ervoor gaf het een beetje weg, dus dan is het moeilijk, was het moeilijk invallen. En ik denk dat het hele tweede helft ook zo moeilijk is gebleven. Ja, het lukte vandaag niet helemaal. Wat kan er dan gelegen hebben, denk je? Ik denk dat in principe we wel fris erop stonden, dus ik denk niet dat het daaraan ligt. Kijk, tegen Ajax is het natuurlijk meer reageren. Ja, en gewoon compact houden en je ruimtes pakken. En nu is het meer misschien spel maken en ook zelf wat meer meedoen. En dan blijkt toch dat we daar wat meer moeite mee hebben. Ja, het was ook een soort finale vandaag. En, dus je weet van tevoren dat het een soort van vechten wordt. En, ja, ik denk het was hoge druk vandaag dus? Ja, hoge druk niet echt, maar je weet gewoon, hun kunnen spelen ook voor de koppositie. En, Dus we wisten van tevoren eigenlijk wel dat het zo'n wedstrijd ging worden en het hebben hun beter gewoon gedaan dan ons. Ja, Den Bosch staat nu 2 punten boven jullie. Na de winterstop komt Go Ahead nog op bezoek bij Roda. In principe is er nog een kans? Zie je nog hoop voor de periode? Ja, wij moeten gewoon winnen en ik weet niet wie hun hebben, de eerste poot na de winter. Die moeten ze dan, ik weet niet, moeten hun dan verliezen of gelijk spelen? Verliezen denk ik. Ja, gelijkspelen moeten ze op doelstel doen ze dan. Ja, het doelstel van ons wel goed door deze periode. Dus, maar wat ik zeg, we hebben niet mijn eigen hand. Gewoon zelf in en dan hopen.